dames en heren, bij weer een nieuwe lifestyle vlog van Sharon. Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken. En vandaag is Jonathan er ook weer bij. Hartstikke gezellig. Vandaag gaan we met z'n tweetjes iets heel anders doen als normaal. En dit keer gaan we iets voorbereiden. En als het goed is, als wij het goed hebben, is het Marokkaans of is het Turks? Mocht ik het verkeerd hebben, zet het in de reactie neer. Het is een soort brood. Dus het heeft met bloem te maken, olie. En jullie gaan het zometeen wel zien. We gaan alles nu klaarleggen. Blijf vooral kijken. En dan komen jullie gauw genoeg achter hoe het gaat worden. Ik ga jullie nu even de ingrediënten laten zien. In wat wij nodig hebben. En dat is bloem, zout, bakpoeder, griesmeel, een beetje olie. En dit is om hem in te smeren. Een beetje suiker. En een bakje om hem om alles zeg maar erin te mixen. Ik laat nu ook even een foto zien hoe het eruit gaat zien en wat het wordt. En dan komen jullie nu te zien wat wij ervan gaan maken. Hoi, ga 3 kopjes bloem in. Ik denk dat dit bijna anderhalf is. Die gaat de bak in. Ja, dat is wel een beetje bijgehoord, toch? Ja, iets meer. 3 kopjes bloem. Die gaan erin. Achtergrond hoor je water koken, want er gaat warm water doorheen. Gekookt water. En hier een theelepel van, toch? Even een theelepel pakken. Gaat er een theelepel bakpoeder in? Erin. En 1 kopje griesmeel gaat er doorheen. Een kopje griesmeel, 3 kopjes bloem, 1 theelepel bakpoeder. En nu gaat Jonathan het lekker bij elkaar mixen. Nou heeft Jonathan gekookt water gepakt en dat hebben we afgezet tot 250 milliliter water. En daar gaat dan een theelepel suiker in. En een theelepel zout. En dat gaat hij dan lekker door elkaar mixen. Dat water gaat dan zometeen bij de bloem en het griesmeel in. Dan gaat dat bij elkaar een klein beetje roeren. Kom maar, ik jou helpen, schat. Ja. En dan deze is een klein beetje voor beetje. Yes. En dan wordt een lekkere deeg. En dan gaat Jonathan het met zijn handen verder doen. Het is een beetje plakkerig. Oh, het is te plakkerig. En als het dan een beetje te plakkerig is, dan kan er wat griesmeel bij. Ja, ga ik jou even helpen. Een beetje griesmeel bij. Ja, eerst maar even zo.
Want je wil ook niet dat het natuurlijk te veel is. Dan moet je er weer water bij doen. Maar ik denk dat er wel wat meer bij kan. Ja. Zo. Dit is onze eerste keer dat we dit voorbereiden. En we hebben dit, nou ik denk 2 dagen geleden op het YouTube gezien. En wij dachten van, hey, dat ziet er lekker uit. En dit hebben we natuurlijk nog nooit gemaakt. Dus wij gaan dit gewoon proberen. Dus vandaar dat wij vandaag een vlog hebben waar wij iets gaan maken. En hoe voelt hij nu aan? Ja. Beter? Beter. Oké. Okay. Nou, de deeg die zit er al lekker uit. Dus dat is kneden, dus dan ik ga bij jou even helpen, schat. Ja, ik weet het. Dan moet je frieksmeel erop. Zo, mooi. Hoe heet het nou ook alweer? Wij komen nooit op de naam wat het is. Heel leuk, heel leuk zo. Een idee. Dan laten we 20 minuutjes laten we hem in de bak. Laten we hem een beetje rijzen. Dan gaat hij. Oh, wel recht. Ja. Dan gaan we 20 minuutjes wachten en dan laat ik jullie zo zien hoe die er dan uitziet. Tot zo! Zo, we zijn weer bij jullie terug. Het is nu 20 minuten geleden dat wij de deeg hebben laten rijzen, 20 minuten. En het ziet er nu zo uit, jongens en meisjes. Boom! Een dikke bal is het geworden. Nu is de bedoeling dat we... Ja, wat is eigenlijk de bedoeling, schat? Misschien kun jij het een beetje beter uitleggen. Even wachten, hoor. Eerst eruit halen, natuurlijk. Ik ga even wat bloemen erop strooien. Dat gaan we even zo doen. Een beetje bloem. Zo, is het voldoende? Ja. Oké. Okay. Even erop zetten. Dan ga je hem weer lekker kneden. Ja. Wat een mesje pakken. En dan is het de bedoeling dat je hem eigenlijk zo in vierkant, zeg maar, 4 stukjes maakt. En dan in 6, toch? Ja, 6. Oké. Okay. Helaas kan ik de namen niet bijzetten, omdat ik dus niet weet hoe het precies heet. En ik ga er niet iets bijzetten als het niet zo is. Ons idee was dat het Marokkaans was of Turks. Dus één van de twee. Daar gaan we een bolletje van maken. Natuurlijk. Laat ik weer een stukje bloem erbij. Plaat maken. Op het filmpje dachten wij van, hey, dit lijkt ons wel lekker. Dit willen wij wel maken. Ik denk dat je een beetje te veel bloem hebt. Ja. Dus Jonathan, die gaat alles lekker fijn maken. Nou heb ik een ovenpapier gepakt en een bord. En we gaan een beetje smeren met boter.
gewoon helemaal. Ja. En dan gewoon rollen. Juist. In elkaar, alles in elkaar. Lekker slijmerig is. Dat is de eerste. En we gaan het ook weer met de rest doen. Dan zijn we weer samen bezig. De ene rolt het uit en de andere smeert het in. Want nu gaat het natuurlijk wel wat sneller als je dan met z'n tweeën aan de gang bent. In plaats van om en om. Ja. En dan droogt de deeg natuurlijk ook niet uit. Zo. Het moet wel heel blijven. Voor de mensen die weten wat we wel maken en de namen wel weten van wat we maken, laat het alsjeblieft weten in de reactie, want dan weten we uiteindelijk ook wat we aan het doen zijn en aan het maken zijn. Dus ik ben erg benieuwd of iemand die dit ziet, die ons kan helpen met de naam. Weet je wat ik altijd heb? Hebben jullie dat niet? Als je dan bezig bent met twee handen die smerig zijn, dan krijg je jeuk op je hoofd. Yeah. Dat heb ik dus altijd. Ik maak eyelinertjes of zo. Jullie kunnen dit niet zo goed zien, maar ja, dan, normaal gesproken op een video dan zie je heel mooi een vierkantje of een rondje. Nou, ik maak mijn eilanden. Dat dus. Dus die begint eigenlijk met boter. Dan moet je ze op zich weer laten rijzen. Dus de bolletjes die komen straks op deze bord. Nou, dat kan ik wel even wat doen. Die zet je hier op. Heel netjes en niet tegen elkaar aan, want anders ga je huilen. En dan moeten ze weer, hoe lang eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet, volgens mij ook. 10 minuten of zo? 10 minuten. Ja, 10 minuten weer laten rijzen. En dan is het een, dan is het echt dat je ze echt mooi moet uitrollen. Maar dat laat ik aan Jonathan over. Want daar ben ik niet zo goed in. Dan pak ik de afdekfolie, plakplastic, wat jullie het allemaal willen noemen. En dan gooi ik het er zo een beetje overheen. Wel even van twee kanten. Zo. Dames en heren, het ziet er nu zo uit. Het is nog even de 10 minuutjes, ongeveer 15 minuutjes aan het rijzen. Helemaal geboterd. En we gaan nu even wachten en dan gaan we ze zo meteen uitrollen, in olie gooien en dan pas gaan we ze bakken. Jonathan die haalt ze nu uit elkaar, die haalt het folie eraf. Een beetje olie hierin. Is goed. Zo. En dan gaat hij het pannetje olieën. En dan is de bedoeling dat hij wel
op goede temperatuur is. Hij gaat de dough helemaal uitrollen, dat is niet de bedoeling dus. Gaat hij hem eigenlijk als het ware een beetje aan zijn pannenkoek uitrollen. Zo, Jonathan staat nu in de keuken en heeft de pan ingeolied. Die staat nu ook op vuur. Hij is nu het deeg aan het uitrollen als een kleine pannenkoek. Ik denk dat het zo wel oké is, zo schat. Ja. En nu gaat onze eerste creatie de pan in. Spannend. Ik ben benieuwd. Ja, je moet hem gewoon even laten gaan, inderdaad. En dan op een gegeven moment om de 2 minuten omdraaien of zo daarna. Zoiets had ik gezien. Even een beetje helpen. Waar ik kan. Het is moeilijk als je gaat filmen en je moet rollen. Het gaat echt niet zo, nee. Er gebeurt wel iets in ieder geval. Dus we hebben in ieder geval wel iets... Ondertussen ben ik een beetje hier aan het helpen. Nou, neem het maar over. Nou, Jonathan die is mij toch aan het overnemen, want filmen en rollen, dat gaat niet. Dames en heren, we zijn weer terug. En dit heeft best wel lang geduurd. Jonathan die heeft net alles opgebakken. Het lijken nu net pannenkoeken, maar dat zijn het niet. Ze zijn ook veel dikker. Ik ga jullie de binnenkant laten zien waarom het dus geen pannenkoeken zijn. Dus kijken. Laag op laag. Vet warm. Oeh. Maar ze zijn wel gelukt. Jullie hebben de foto net ook gezien. En nou ja, ik moet zeggen dat het... Nou ja, wel een beetje lijkt zoals op de foto. We gaan het nu eventjes testen. En Jonathan heeft de kaas ingestopt. Een stukje kaas? Nee, bedankt. Oh. Ik proef hem wel gewoon zo. Puur natuur. Nou jongens en meisjes, hier gaan we dan. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Heerlijk. Wat ik al zei, het lijkt net op brottievel. Ja, wel lekker hoor. Met kaas ook? Nee. Goed zo. Ik ben geslaagd. Zeker weten. Ze zijn toch wel uitgekomen als hoe we wouden. En hoe het hoort. Klopt. Maar wel lekker hoor. Maar lekker krokant ook. Zo. Missy geslaagd. Ja. Ik vind van wel. Ja. Bedankt voor je hulp. Hartstikke top. Alleen zou ik het niet kunnen. Wat ik al zei, ik ben geen bakster. Geen deeg maken. Dit is ons eerste recept die wij uiteindelijk hebben bedacht samen vanuit YouTube. Dus ik ga deze vlog nu ook afsluiten. Vond je dit nou een leuke vlog? Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier ergens beneden.
En dan zeg ik altijd, goodbye, knip knip.